Al is een vleesvervanger die nu in de winkel ligt al beter dan een echte steek, het kan echt nog veel beter. Met name het winnen van gezonde eiwitten uit bonen, de basis voor een stukje nepvlees, kost nu nog veel energie en water. Miek legt uit hoe dat komt. Die boon of die erts die bestaat uit meer dan alleen eiwit. En wij zijn geïnteresseerd in specifiek het eiwit, dus moeten we de rest eruit filteren. Dat doen we door. Um... Ons materiaal met het water wat we hebben, daar gaan we de zuurgraad van veranderen. Dus eerst gaan we de zuurgraad omhoog brengen, vervolgens gaan we de zuurgraad omlaag brengen. En op die manier veranderen we de oplosbaarheid van ja, eigenlijk de componenten in die bonen en die erten. Het eiwit blijft in het water en kan zo gescheiden worden van de rest. Er zit heel veel water in en dat water moet er eigenlijk uit. We willen graag een droog product hebben, een droog ingrediënt. Uh, dus kunnen we ons uh, materiaal drogen met een techniek dat heet sproeidrogen. Nou, die techniek die kost vrij veel energie. Dus daar is echt nog wel een stukje duurzaamheid te bewinnen door die uh, techniek eventueel weg te laten.